uit Bergen-op-Zoom, Marijke van Erp en Company. Hallo. Dag Marijke. Jij bent Piet. Jij bent Paul. Paul. Jij bent Kees. Nee, Dies. Dies. Zeg, hoe kennen jullie elkaar? Nou, ik ben ook een beetje solozangeres. Solo? Ja, solo. En hij zit ook in de muziekwereld en woonde bij mij vlak in de buurt. En hij was weer een vriend van Piet en Dies was een vriend van Paul. En voor deze act vanavond heb ik deze mannen bij elkaar getrommeld, kun je wel zeggen. Wat doet u van beroep? Ik ben medewerker in een horecabedrijf, een cateringswerkzaamheden. Dat is mijn beroep. Oh ja. En wat doet u? Ik ben chauffeur, vrachtwagen. Chauffeur? Ja. En u? Ik ben kantoormanager van een handelsonderneming die handelt in luiers. Ah ja. In luiers. Ja. Ja. Heeft u er een aan vanavond? Zegt u? Heeft u er een aan vanavond? Nee. Ja, het zou kunnen met de zenuwen, hè, dat u er een aan heeft. Nee. Wie doen jullie vanavond? Wij doen vanavond Patty Page. Patty Page. Ja. En wat moeten zij precies doen? Zij zijn mijn backinggroep. En ze zitten in een oeah-oeah-koortje, zoals ze dat noemen, een beetje... Hoe noemen ze het? Ja. Veel ons zeggen ze... Oeah-oeah. Ja. Een oeah-oeah-koortje. Een oeah-oeah-koortje, ja. En verder moeten jullie niks doen? Nou, is dat oeah-oeah is al meer als genoeg, hè? Ja, dat is al heel wat, natuurlijk. Je hebt ook een artiestennaam, hè? Ja, dat klopt. Dat is Wesley Jones. Wesley Jones en de Jonettes. De Jonettes. En de Jonettes. Nee, zou toch kunnen? Ja. Goed. Moeten jullie ook dansen? Jawel. Laat maar eens opstraks. Twee pasjes, jawel. Ja, dat moet er. Polonaise. Ja. Maar jullie zijn eigenlijk een beetje decor eigenlijk dan toch, nee? Ja, ook. Ook? Met het nummer. Ja, jullie vullen het nummer een beetje aan. Het is om de act op te vullen, ja hoor. Oké. Okay. Waar jullie kostuums uitkiezen, jullie nemen maar... Het is goedkoop vanavond. Ja, oh nou, kijk eens aan. Ja? Rock'n'roll jasje. Eentje elk, ja? Oké. Dit? Ik ken dat. Dit mee? Heb je gevonden wat je wil? Ja hoor. Is dat jouw maatje? Ja, ja zo ongeveer. 35. Iets meer makkelijk. Zo, in het wit. Oké, dankjewel. Hoe heet het liedje? Earth Angel. Dames en heren, Patty Page en Company. Oh, please be mine.
Betty Page. Mooi. Fred. Wel, Marijke, volgens mij heb jij het een beetje slim willen spelen met dit nummer, want een medewerker van VTM heeft ongeveer de halve wereld moeten afreizen voor we een versie hebben gevonden van de originele Betty Page van dit nummer. Dus het is dus een nummer dat bijna nergens te krijgen is. Volgens mij heeft er eens op een live-opname gezongen of zo. Want Betty Page is eigenlijk een zangeres uit de jaren 50 die nu al redelijke leeftijd moet hebben, denk ik. Ik ken ze dus nu niet, ik weet niet of ze er nu uitziet. En zij is dus eigenlijk meer bekend geweest tussen de 50 en 60 als countryzangeres. En jullie doen nu meer een benadering van een doobie-doobie-doo-song uit de jaren 50. Terwijl zij toch nog iets meer het accent legt met haar eigen stem op de countryzangeres. Maar je hebt het niet slecht gedaan. In de middelpaart ging je eventjes vals. Maar ja, als de noot het hoogst is, is ze meestal vals, zeggen ze dan. Dus maar, ja, voilà. Ik ben misschien de enige die dat gehoord heeft, dat weet ik niet. Maar in elk geval... een leuke poging, vond ik wel. Ja, echt wel. Dankjewel. Nou, Misha. Weet je, ik begin hier al helemaal te bibberen op mijn stoel. Ik durf niks meer zeggen dan alleen het was fantastisch, want anders krijg ik de zaal op mijn hoofd. Maar... nee, je moet eerlijk blijven. Maar dat is... zie je wel, maar dat is flauwekul natuurlijk, want nee. Daar zitten we niet voor. Misschien dat ik een pamper kan lenen van die meneer, het koortje. Nee, ik vond het inderdaad ook heel goed. Ik vond haar stem, zo'n dat happende, wat die Amerikaanse countryzangeressen hebben. Zo, ik kan het niet anders uitleggen dan zo'n dat snerpende, happende. En zo'n beetje die Nashville-tonen noemen wij dat. Vond ik daar allemaal wel in terug. Ik vond en, het... En Misha? Ja? Vond je ook niet dat de middelste van de backing vocals het beste zong? Wel, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond eigenlijk de man aan de rechterzijde het beste zingen. Ja. Nee, nu gaan we niet beginnen. Ja, ja. Oké, dames en heren, Patty Page. Dag jongens, dag.